Nick, doe jij aanbellen? Hoezo moet ik aanbellen? Jij wil dit gaan doen? Ik durf niet, Nick. Hoezo niet? Ik vind dat gewoon eng. Serieus? Ik vind sowieso wel dat we veel te oud zijn om dit te doen. Maar goed hoor, ik doe het wel. Oké, nou, succes. Hallo jongen, kan ik jou ergens mee helpen? Snoep of je leven? Is dit niet iets voor kinderen? Ja, denk ik. Loser! Serieus, Aldo. Welkom toppers bij 8 manieren om misnoep te krijgen tijdens Halloween. Deze manier werkt in ieder geval niet. Als wat ga jij verkleed dit jaar? Like en abonneer als je de video leuk vindt. Veel kijkplezier toppers. Veel kijkplezier, denk ik. Hey boys, hebben jullie er een beetje zin in? Doe het zo nu vol. Ik ben helemaal ready om snoep te gaan eten. Ik ben verkleed als mijn favoriete Fortnite skin, het skelet. Ja, ik ben gewoon een overvaller. Ik ben Magere Henk. Magere Hein, Duco. Dat zeg ik toch? Als wat ben jij, Emiel? Ik ben al Super Mario. Let's go. Maar dat is toch helemaal niet eng? Nee, maar wel wel leuk. Breek me de bek niet open. Ik heb het ook al gezegd. Echt waar, Emiel? Jij bent echt ongelooflijk, hè? Dank je. Oké, maar boys, ik had eens een idee voor dit jaar, hè? Welk idee had jij dan, Niffo? Laten we een snoep battle doen. Wat gaaf! Wat moeten we doen dan? Klinkt wel als een goed ideetje. Ja, maar wat we gaan doen is dus het volgende. Degene die de meeste snoep heeft verzameld aan het einde van de avond, die krijgt 2 Fortnite skins naar keuze. Woejoe! Dat is echt een goed idee. Bro, die wil ik sowieso winnen. Precies. En iedereen heeft heel erg veel snoep. En één iemand heeft misschien nog wat extra's. Jij maakt mij trots. Trots. We splitsen het in 2 teams. Jullie en wij. Poeh, dan moet ik nu met hem in. Leuk, Duco. Laten we gelijk gaan, Teun. Ja, dat is goed. Ik ga sowieso winnen. Duco, wacht op. A few moments later. Oké, ik heb als eerste slachtoffer gevonden, Rick. Wie is dat dan? Dat zal je wel zien. In ieder geval een makkelijke prooi. Jij kent hem in ieder geval ook. Ik ben benieuwd, Antonio. Snoep! Of je leven! Ja, jongens. Alleen dat jullie even langs mijn huisje komen. Hey, oom Jaap! Dat is inderdaad een makkelijk slachtoffer. Zien jullie er fantastisch uit, jongens? Als wat ik wel eigenlijk gekijkt. U lijkt op iemand. Ja, ik ben verkleed als terrorkind. Snap je dat? Oh ja. Nu zie ik de gelijkenis. Maar ik heb zo'n bloedhekel aan dit shirt. Ik voel me gelijk gewoon tokkie-achtig. Echt. Dat vindt u toch ook? Wil jij nog snoep, Rickert? Ja, graag. Sorry, meneer. Dat dacht ik al, Rickert. Maar jongens, moeten jullie kijken wat ik allemaal verzameld heb. Dit jaar heb ik sowieso genoeg voor iedereen. Ik krijg een paard nog diabetes van. Oh, maar ja, aan de overkant staan allemaal dames met strakke pakjes voor Halloween. Serieus? Dat meen je niet, hè? Jongens, weet je wat? Blijven jullie even op mijn huisje koekeloeren? Dan gaat oom Jaapje even snel kijken. Succes! Kom, Rick. Is goed. Jongens, die meisjes waren 18. Dat zijn geen vrouwen. Ah! Ben ik er weer ingetuigd. Elk jaar weer. Emiel, ik heb een slim plannetje bedacht dat we 2 keer snoep kunnen krijgen. Hoe goed voor jou, Duco. Dank je, Emiel. Ik weet het. Waar wil je aanbellen dan? Kom, laten we hier aanbellen. Is goed, Duco. Leg jij die dingen weg? Doe ik aanbellen. Is goed. Spannend hoor. Hallo, kan ik jullie ergens mee helpen? Meneer de buurman, dat is lang geleden of niet? Wat leuk, wat doet u nou weer? Oh nee toch, hier heb ik toch helemaal geen behoefte aan, hè? Heeft u een beetje snoep, of niet? Ja, ik heb wel een beetje snoep voor jullie. Dank u wel, meneer. Dat ik u ooit nog zou tegenkomen. Ik dacht, u was opgepakt of zo. Hoezo dat? Ja, u leek gewoon visa of vet of zo. Wat ben ik blij dat ik jullie niet meer les geef. Hier, jullie snoep en opzouten. Lekker hoor, Biri. Gooi er maar in. Ja, snoepie. Nu weg. Later. Oh, weet je niet zo? Wat een ellende. Hallo kinderen. Snoep op je lijf. Wat zijn jullie lief?
Veel liever dan die vorige. Ik wil snoep. Hier hebben jullie snoep. Oh, lekker birrie. Denk zo'n visbuk. Rot, kinderen. Volgende huis, Rick. We zijn al lekker bezig. Ja, ik bel wel even aan, oké? Hallo jongens, kan ik jullie ergens mee helpen? Snoep! Of je leven? Ik ben een beetje blind. Kunnen jullie een snoepje vakken? Tuurlijk, mevrouw. Fijn jullie dat jullie dat zo netjes voor mij gedaan hebben. Zeker, mevrouw. De groeten! Wat een lieve schatje zeg. Ziet Kim? Hoop ik een goed ideetje, eentje Tuco. Oké, laat maar horen. Even. Ik ga hem. Ja. Zo. Ja, goed. Hallootjes, wie is daar? Snoep! Op je leven, Nikke! Emiel, ik had al zo gezegd dat ik jullie niks ga geven. Kom op, Nikke. Doe het voor je lieve broertje. Voor wie? Voor mij, alsjeblieft. Kom op, Nik. Dacht dat je cool was. Ja, vooruit dan. Ik heb dit jaar wel wat leuks. Namelijk een zak waar je dingen uit kan pakken. Dat is gewoon een vuilniszak. Mogen we pakken? Vooruit dan, eentje. Duco, ga jij maar eerst. Is goed. Hé, hey, wat is dit? Redden me! Nikje, ik heb het plan bedacht. Oh, ik haat kinderen. Kamin, dit is ook een hele goeie. We bellen gewoon één keer aan met kostuum en één keer zonder. Oké, doe maar. Hallo kindertjes. Snoep op je leven! Pak maar een snoepje, jongens. Goed, mevrouwtje. Wat zit u hartjes mooi. Dankjewel, jongen. Pak maar, jongens. Fijne avond nog. Fijne avond, mevrouw. Later. Oké, Emil. Alles uit nu. Bril, welkom. Nu, weer aanbellen. Ik zie je heel erg. Jullie waren hier net ook. Nee, mevrouw. Dat waren onze tweelingbroers. Oh, maar ik is er helemaal niet. Mantig, Sjaki. Opeens heet ik Sjaki. Nou, vooruit, jongens. Pak mij. Bedankt, hè. Groetjes. Ik twijfel echt of dat ze nog broers waren. Nou ja. Ik heb nog wel een goed idee. Als we bij hem gaan, dan krijgen we sowieso veel snoep. Oké, laten we dat maar gaan doen dan. Ik bel wel even. Ja. Hallo? Serieus, Rick. Ben jij het? Die andere idioot is net ook al geweest. Ja, dus? Ik heb toch gezegd dat ik jullie niks ga geven? Dat zullen we nog wel zien. De groeten. Linda de Jong. Oh. Die naam zeg je zeker wel wat, hè? Hoe kom jij aan die naam? Misschien moet je de volgende keer maar eens je dagboek beter verstoppen. Oh, lekker bezig, Rick. Damn, ik dacht dat ik die goed verstopt had. Wat ga je daarmee doen dan? Ik heb er al Insta gevonden. Wacht, wat? Dus geef ons nu al je snoep of ik stuur een DM'tje naar Linda dat jij verliefd op haar bent. Alsof zij dat gaat geloven. Beste Linda, mijn broer is smoor verliefd op jou. Wacht, oké. Hier, neem een snoep maar mee. Als je maar niks stuurt. Mooi, dan pak al het snoep maar. De groeten, hè? Nick. Doei. Waarom moet hij dat nou weer weten? Nu kom ik hier nooit vanaf. Kijk, ik heb dit ding even gepakt. Kom je daar nou weer op eens aan? Boeien, hij is nu van ons. Kom hier, doe om, dan gaan we. Hoi, kindertjes. Snoep! Of je leven! Wat is er met jou aan de hand? Hij heeft een aanrijding gehad. Ik heb mijn been gebroken. Serieus, wat erg. Wat heb je dan, jongen? Hij heeft 5 ribben, 4 botten in zijn benen gebroken. Het is nog een wonder dat deze mannetje nog leeft. Jeetje. Nou, zo erg is ook weer niet. En naast dat hij is aangereden, is hij ook niet helemaal 100. Weet je wat, neem maar heel deze bak mee. Meneer, u bent een goede vent. Dankjewel. Let's go, Emil. Hier, meneer, u mag deze stokken mag u hebben. Kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel, jongen. Oh. Fijne dag, meneer. Dag, kom. Meneer. Oh. Wacht even. Jullie kunnen gewoon lopen. Oh shit, ren voor je leven. Oh. Oh, ren. Oh. Zo, boys. Hoeveel snoep hebben we bij elkaar verzameld? Veel. We hebben echt heel veel snoep verzameld. Ja, echt mega veel. Hoe gaan we nou regelen wie gewonnen heeft? Misschien kunnen we het wegen of zo. Dat is goed. Geef Anders noem maar mee. Dan wegen we het wel bij mij thuis. Is goed. Laten we naar je huis gaan.
Zo jongens, daar zijn jullie dan eindelijk. Hoe bedoel je pa? We zijn hier nog helemaal niet geweest. Wij wel hè. De hele buurt heeft zich hier verzameld, omdat jullie iedereen hebben bedonderd. Ja, inderdaad. Ze hebben alles gestolen. En mij belazen dat hij aangereden was. Dus jongens, leven jullie de snoep maar in, want daar komt de politie. Daar zijn ze, de snoepdieven. Kom, we pakken ze. Er zitten nog maar hengeling op. Redden voor je leven. Ik wil hem niet opgesloten worden. Redden voor je leven. Dankjewel meneer de agent. Dat zal ze leren. Ik ben van de tandartspolitie.